Doei! Hey, blijven lachen, hè? Misschien is Gent een ring kopen. Netjes, netjes, netjes. Oh, goedemorgen allemaal. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe vlog vanuit Rotterdam Centraal. Voor nu, want het is eindelijk zover. Ik mag met Ash mee. Dit is een keertje andersom. Maar Ash heeft een tripje voor mijn verjaardag geregeld naar Gent. En dat is vandaag. Eindelijk. Was bijna niet doorgegaan, want we hadden ons verslapen. Het was, normaal had ik eigenlijk vanmorgen de vlog willen starten, maar het was zo heel stressvol. We werden ongeveer een kwartiertje wakker voordat we weg moesten. Dus het was even helemaal stress. Maar we gaan naar perron 4, waar ik toen ook op ben gestapt naar Brussel. We pakken nu ook de trein naar Brussel. Dus we gaan precies dezelfde route. Wat is het verschil dan? Huh? Is het van A hebben of B? Oh, dat maakt niet uit. De voorkant is A, de achterkant is B. Maar goed, we gaan dus onderweg naar Gent. We zijn licht bepakt. We gaan een weekendje. Dus we hebben allebei een rugtas met de benodigde spullen. We hebben een kopje koffie gehaald bij een kiosk dingetje. Want Starbucks en Albert Heijn zijn hier nog dicht. Maar goed, alles is hier serieus nog dicht. We dachten van nou, het gaat hier om 6 uur, 7 uur open. Maar alles gaat hier dus pas om 7:15 open. En er zitten we al in de trein. Dus het is even tijd uitzingen. Kunnen we ergens zitten? Jawel, daar kun je zitten. Dus we gaan even onze tijd uitzingen. Kopje koffie, wachten op de trein. En dan gaan we onze reis vervolgen naar Gent. Ik heb er super, super veel zin in. Antwerp Centraal. Voor corona. Sorry voor de taalgebruik, jongens. Echt hoor. Nu was het 9 minuten, zei je toch? Ja. Oh, okay. Hij komt even kijken. Ja. 25 over toch zo? 23 over? Hij gaat 24 weg, volgens mij. Oh, oké. Okay. En spoor 3. Perron 3, toch? Ja. Oké. Okay. Top. Ik kom weer dan 15 ongeveer. Komt goed. Komt helemaal goed. Op naar de trein richting Gent. Goed, even het mooie Antwerp Centraal weer bewonderen na gewoon serieus. Anderhalve maand of zo. Dit is echt ons plekje. Dit is echt ons ding geworden, Antwerpen. Serieus, we zijn er gewoon weer. We moeten ongeveer 9 minuutjes wachten voor de volgende trein. Dus dat is mooi. Plus 1 naar boven, dus we moeten boven wezen. Echt? Ja. Kijk jongens, Antwerpen. We zijn er, maar dit keer blijven we hier niet. Misschien dat we hier morgen nog heen gaan. Verrassing, we blijven hier toch. We gaan helemaal in de Gent. Nee, maar even wachten op de trein naar Gent. Ron, heb ik mijn jasje aan hier. Je hebt nu je Danny jasje hier aan. Oh. Maar ze zijn er toch niet, dus we gaan het toch opnemen. Ik heb hem wel aan. En daar lopen we dan. Waarom zijn hier geen stoplichten? Ja, er zijn inderdaad nergens stoplichten hier. En iedereen loopt en doet hier en kruist hier maar gewoon over. Maar
Met Gent Sint-Pieters op de achtergrond gaan we nu onze tocht starten richting het hotel. Je laat mij navigeren. Ersje is aan het navigeren. Zij heeft alles geregeld, dus ze mag ons er ook heen brengen. Dat komt nooit meer aan, maar oké. Okay. Maar we hebben even een koffietje. Eindelijk. Oh, helemaal gauw. En dan, we moeten aan die kant lopen. Moeten we aan die kant lopen? Ja, kijk, want we lopen verkeerd. Kruid, want je loopt door een hele grote plat. Oh, ik wou erin springen, ik wou je terugpakken. Even kijken hoor. Kijk, we moeten aan die kant. Oh nee, dat maakt niet zo uit. Oh. Dit is een hoekje toch? Maar het komt op dezelfde weg. Hij zegt dat we over moeten steken. Oh, dan komen we wel op die padje uit. Dan gaan we daarheen. Oh, hopelijk jee, komen we eraan. En er komt politie. We zijn aangekomen in het hotel. Hallo, mag ik er nog in? Hoe werkt dit? Hoe werkt dat? Doe nog eens. Connect code. Is niet snel. Nu wel. Nee. Kom er niet in. Kut. Nog een keer. 3, 6, 1, 6, 1, 6, 2, 5. 2, 5. Hij geeft rood aan. Nog een keer. We staan bij 104 toch? Ja. 3, 6, 1, 6. Oh, hij doet dit. Oh, dat is mooi. We zijn er. Heel mooi. Hé, hey, we hebben een grote tv. Ja, kijk dit aan. Oh, dit is cute. Ah, dit is toch prima zo. Jij was lekker aan die kant. Ja, laat mij maar bij de deur. Dan ga ik aan die kant. Ik wil kijken. Je moet hem even open trekken. Ja. Ah, ik zit aan de winkelstraat. Kijk. Nice. Hij gaat ook niet verder. Want dan kan je die balkon overspringen. Jammer, ik wou net springen. Lekker hoor. Ik was net op land springen. Even een beetje open hoor, een beetje frisse lucht. Wacht, laat mij... ga nou even weg. Ja, ik moet hier langs. Het is vast te klein hier. Ja, maar ik ben waarschijnlijk. Maar we zijn er. Goed, we zijn in de kamer. Stonden op het punt om weg te gaan. Maar ik dacht, even gaan we nog een roomtour. Hier kom je binnen. Hier zit gelijk op de badkamer. Best een mooie badkamer. Kijk, maar zijn tasjes staan ook Ja, je had hem gewoon in de kamer daarnaast. Ja, ik heb die tasjes hier gehangen, zijn toilettassen. Badkamer. Het is anders dan dat we op foto's hadden gezien, dat wel. Maar het is eerlijk geen slechte badkamer. Het ziet er netjes uit. Douche. Gewoon simpel, glazen, föhn. Ziet er gewoon allemaal heel netjes uit. Het doet me een beetje denken aan... aan het Easy Hotel vorig jaar in Brussel. Beetje hetzelfde vibes. Wat ga je doen? Nou, ik zeg, haal die handdoek er even van. Oh. Ja, ach. Nou goed. Badkamer, gewoon echt simpel. Yo, we slapen hier en voor de rest gaan we er toch niet heen. Klein bureautje, dingetje. Hier een rekje voor tassen en dat soort dingen. Bed. Uitzicht. We kijken trouwens uit op de winkelstraat. Dus hieronder zit ook echt de intree van het hotel. Dus dat is wel lekker. Ik hoop dat ze vannacht alleen niet gaan keten. Buiten, want anders liggen we wakker. Maar goed, hier een poefje. In de hoek. TV'tje. Mega tv. Ik ben echt mini tv's gewend, maar deze is echt mega groot. Dus dat is mooi. Ik kan lekker tv kijken vanuit bed vanavond. Maar we gaan Gent in. We gaan een rondje doen. Moeten we ook in het hotel op? Weet ik niet. Want de jongens daar niet zaten, maar zaten zij nu op? Zullen we maar gewoon opdoen voor de zekerheid? Oké, dus ik doe mijn jasje trouwens. Oh ja, ik doe mijn jasje trouwens niet. Ik doe mijn jasje trouwens niet aan, want het is best warm. En ik wil even hier kijken of ze iets van een vest of jasje of dingetje hebben. Ja? Hou maar op met die deur. Ja? Weet je de code nog? Ja, ik heb het kaartje bij me. Oké, top. En dicht. Naar beneden. En Gent in. En mijn haar piekert. En ik moet een tandenborstel kopen, want die heb ik dus niet meegenomen. Kut dat je bent. Dom. Ik heb een borstel. Goed, we hebben lekker een rondje Gent. Ze hebben een telefoonhuisjeswinkel gevonden. Naar aanrading van mijn pa. Heel dom dat hij dat zei, want pap, als je dit ziet. We gaan hier waarschijnlijk de hele dag door die winkel binnen en uitlopen. Maar we zijn nu onderweg naar het Gravensteen. En volgens mij... is dit het? Ik weet niet zeker. Maar je zou het bijna denken.
Of dit is de Sint-Michielskerk, dat zou ook nog kunnen. Ik weet het niet, even zoeken. Dood. Goed, we zijn heel even aan het shoppen. We zijn even bij Kruidvat geweest, even tandenborstel gehaald en zo. En ik heb een blauw busje gekocht. En ik vind de kleur super leuk. Dus, we gaan nu even naar de H&M. We zijn bij Stradivarius geweest. Monkey zit hier ook, oh leuk. Even bij de H&M neuzen. Daarna gaan we even wat eten scoren. Ja, dan moet je naar huis pissen. En dan moet ik even pissen. En daarna gaan we even... wat gaan we doen? Oh ja, van die Belgische dingen. Dat is wel cute. En dan gaan we daarna lekker even in het hotel pissen. En, ja, ik ben ervoor al. Ja, ik moet pissen. Maar jij was in de Oh, dat is Zara. Ik wou de Zara inlopen. Ik zou het niet doen. Ik dacht dat we er aan hadden. Maar goed, daarna dan... gaan we weer verder wandelen en ik denk dat we daarna wel even het Gravensteen doen nog. Ja. Ik denk dat het straks ook koud is. Dat vest vind ik toch wel leuk. Ik wil dat jasje nog steeds hebben. Ja, ik was echt geen voor jaar, maar je hebt al gewoon te veel gehad. Dat shirt heb ik natuurlijk nu. Ik vind dat vestje echt vet. Ik wil die jas nog steeds. Maar ik kijk het niet, dus vind ik het zonde om het te kopen. Ja, ik ga even kijken. Moet je naar binnen. Goed, we zijn inmiddels even terug in de hotelkamer. We hebben net even lekker een panini gegeten. En ik heb deze trui gekocht, omdat ik had een dunne trui bij. Maar ik wil geen jasje aan, omdat het gewoon echt lekker buiten is. Het is gewoon niet koud. Dus ik dacht, ik ga die zo aandoen. Die is wat dikker, wat warmer. En staat leuk bij mijn blauwe broek. Verder gaan we zo... richting het Grapensteen om daar naar binnen te gaan. Overigens wel heel veel zin, ik ben heel erg benieuwd. En voor de rest even kijken wat we nog verder gaan doen. We wilden nog naar... wat was dat andere nou? Dat andere met die trappen? Oh ja, het Belfast. Het zit hier echt schuin aan de overkant. Daar kon je ook nog heen, in, op, weet ik het wat. Dus ik ben heel erg benieuwd, maar dat gaan we zo lekker doen. Ik kan je zien, hè? Oh, doe die ding van de deur. Grappig. Dus nee, we hebben even lekker gegeten. We gaan nog wat drinken. En dan gaan we weer vandoor. Gaan we weer aan de wandel. Het is echt een heerlijke stad om te lopen. Dat wel. Het is wel echt een lekkere plek om te lopen. Ja. Maar überhaupt vind ik Gent leuk lopen. Alles komt uiteindelijk op hetzelfde uit. Dat is wel heel fijn. Dus we gaan zo even lekker aan de wandel en uiteraard even foto's maken. Dus komt helemaal goed. Goed, ik ga heel even een OOTD in de spiegel doen. Ik zie er echt niet uit, maar hey. Boeien! Die mondkapjes op, dat werkt ook niet helemaal. Maar trui is dus van Monkey. Super cute trui overigens. Hij zit echt heerlijk. Is lekker dik, warm. Dat is mooi. Ik heb een geel topje eronder aan. Blauw broek is... geen idee eigenlijk. Een boutiqueje. En mijn Nike's zijn van de Sneaker Store. Oh, OOTD. Hè? Wat? Niks. Ik dacht, wat doe je? Oh, ik ben even OOTD aan het doen in de spiegel. Oh, leuk. Ja. Helemaal leuk. Wil jij ze nog even laten zien wat je aan hebt? Ik wil even laten zien. Nou, wat heb jij aan? Mijn Danny jassie. Je Danny jassie. Shirtje van Monkey. Monkey. En de broek is van Sarah. En je bent. En mijn vent. En de vent. En mijn vent. Nou, let's go. En het belangrijkste is mijn jassie. Moet de licht er niet uit? Welke licht zijn er? Nee, ik weet niet, jij hebt de licht aan. Is alles uit nu? Nee. Ja. Oh, dit is de knop voor alles. Kijk maar. Ja, maar toen je die knop indrukte, ging niet de badkamer aan. Nee, welke is nou voor de badkamer dan? Die moet je omzetten. En dan die grote. Kijk. Zie je? Wat een gezeik. Dus als je die aan laat staan en die ook, kijk, en dan alleen die grote. Dat is haar en body. Ja, dat is echt een manding inderdaad. Oh nee, kijk eens wat hij doet. Kijk wat hij opstaat. Oh, ik moet bijna inbreken hier. Nou, let's go. Normaal. Het stelt geen fuck voor. We gaan een kerk beklimmen, jongens. Ik ben jarig en wat krijg ik? Ik moet mijn eigen lablazer eens gaan lopen naar boven. Het is wel creepy. Ja, zijn we thuis? Oh, kijk hoe leuk. Zie je, vind het wel leuk? Ik wel. Oh, deel, hoe ver is dit? Nee, man. Ja, dan man. Naar de eerste verdieping en dan met de lift. En dan moeten we met de trap naar beneden. Is het wel met de lift?
Is het wel de lift? Ja, de lift is hier. Waarom kom ik anders met die stomme ideeën? Het is jouw idee. Ik vind het leuk. Kijk. Cool. Ik moet uithijgen zo meteen. Mijn god. Oh, kijk hoe mooi. Ze is al moe. We hebben misschien 6 trappen gehad. Ik ben zo bang. Waarom? Weet je waarom? Ja, jij zegt kom, we gaan. Jij zegt kom, we gaan. Ja. Dit was jouw idee, want ik wist niet eens dat ik hier zat. Ik weet het, maar het is wel mooi. En nu denk ik zo, shit, ik heb hoogtevrees. Nou ja, komt goed. Komt helemaal goed. Hoe hoog is het echt? Hè? Hoe hoog is het? Ik weet het niet. Ik heb ook niet gekeken. We gaan zien. Dat hoop ik. Oh ja, het is wel mooi. Het is zo hoog dat we hier zijn. Oh kijk, als ik bang ben. Oh my god. Oh mijn god, dit is wel vet. Kijk dan. Wauw. Maak je ook foto's? Dat is vet, hè? Ja, tuurlijk, maar even vloggen, man. Dat is gaaf, hè? Wauw. Dat is cool. Jij stuurt die foto's van mij? Tuurlijk. Nee, niet dat ik dadelijk... Gaaf! Kijk dan jongens, dit is toch vet? Ik vind het leuker dan Ash, maar dat maakt niet uit. Nee, ik vind het wel leuk. Alleen hoog. Je zit letterlijk tegen de muur aan. Je valt echt niet naar beneden, hè? Nou, zeg maar niet te hard. Nee joh, dat kan echt niet. Maar dit is wel heel gaaf. Kijk, een ijswagen. Oh, ze zien een ijswagen. We kennen de hele stad even kijken, wat zie jij een ijswagen? Oké, loop een stukje verder. Ja. Liggen. Ga er eentje weg een weekend. We staan er verdomme bijna het hoogtepunt van Gent en je hebt dit. Jezus Christ, Ashley. The fuck, ik draag je. Het is gewoon hartstikke mooi. Dat is het toch ook? Ik zag niet dat het lelijk is. Nee, maar ik ben al in doodsbang. Ja, het is gewoon niet voor meter, ja. In Eindhoven een hele tijd voor. De Euromast vind ik bijna broek. Ja, je staat lager. Ja, dus. Ik zie het. Oké, loop daar, want dat gravensteen is daar. Ja. Hier. Ha? Huh? Oh, ik moet even aan de kant. Oh. Je ziet als het goede is, het gravensteen van deze. Daar. Nee, dat is gek door. Dat. Dat nee. Gravensteen? Nee. Ik weet niet of het van naar buiten kan draaien. Dat. Nee, dat is een gebouw. Nee, loop door. Nee, ik wil nog een foto maken van dat. Ze is er bang, maar ze wel andere foto's van. Ja, net toch. Oh. Uitzicht dan. Ja, het is heel mooi. Oeh, windmolens met rode dingen. Ja, dat zie je hier of zo. Oké, stap zijn er maar twee. Nee hoor, ze zijn overal rood. Maar sommige zie je niet. Doe eens normaal. Nee, ik vind het echt eigenlijk dadelijk of zo. Het staat echt niet in hoor. Maar dit is wel echt genieten, hè. Super. Oh, oké, nu naar beneden klimmen. Oh man, die gaat zo meteen vallen naar beneden. Ben je er nog? Nee, ja. Don't ask me. Hou, maar ik ben er. Oeh, een hoekje. Shit. Oh nee. Ik had mijn telefoon in mijn zak moeten doen of zo. Ik moet wisselen van hand. Nee, wacht even. Waarom hebben we de trap niet, de lift niet naar beneden mogen nemen? Oh, die treetjes. Oké. Als je wat onder de boven zit dan. Een kabelbaan kunnen maken naar beneden zo. Ja, dit is toch lachen. Klein drol. Nog niet. Oeh. Ik ga overwege blijven zitten. Ik vind het zo lekker blijven hier zitten. Het stappen wel. Ja,
Ik lig straks beneden. Valt mee. Naar beneden is echt wat te doen. Omhoog had ik nu echt kapot geweest. Als je dit omhoog moest doen. Jeetje, Mina. Oh, zijn ze er bijna? Dat hoop ik. Die treden, jongens. Je hoeft er maar één keer te missen, de dood. Ik vind het nog enger dan die dood uitzicht. Die treetjes, joh. De zomer naar beneden flinken. Oh. Nou goed, ik zie jullie weer als we beneden zijn. Nog even te gaan. We zijn er. Oh nee, nog niet. Zijn we daar? Nee, nog verder. Wil je hier nog kijken of niet? Wat is hier dan? Wat is hier dan? Dit is een toningus. Bella, meer niet. Loop nou maar, ik wil eruit. Nou zeg. Ja, ik word een beetje gek van die trappen. Schrik me dood bij jou. Wat is dat voor een rolletje? Dat is mijn ooghoek. Dit is de slaapkamer. Ja. We zijn er bijna. Ik zie licht. Ja? Vier? Ja, dat is heel raar gemaakt. Ik krijg tegenliggers op het stuk dat je ook weer terugloopt. Maar goed. We hebben het gehad. We zijn er weer. Ik heb het overleefd. Oh, god. Dat was wel leuk. Mini, oh nee, dat is Mini. Waar? Dat is Mini. Laat maar. Ik dacht al, heb je het over? Oh, die. Dit is echt mijn. Die lachende, echt hè? Dat is echt. Kijk dan! Oh my god! Kijk hoe cute! Hoe cute! Is dat best pretzel? Die is super cute! Maar zit geen prijs op? Nee. Toch waarschijnlijk hangen die dingen na 3 dagen naast je. Oeh, is dat niet meer het standbeeld? Wie is dit? Graaf Rohan uit de Huis Noobis. Die broeken vind ik leuk. Oh, ik haat die kefhondjes. Dat is mijn grootste nachtmerrie. Vroeger rende ik daarvoor weg. Nee. Kijk, allemaal groen tomaten. Is wel heel leuk. Kijk die jeans hier dan. Kijk dit. Ash. Oeh, dat is echt ook jouw ding dit. Hoe maat is het? Waarschijnlijk, ze zeggen waarschijnlijk 1 maat, denk ik. 36. Dat is weer te krapjes. Zoals verwacht en niet gehoopt. Is het aan het regenen. Oh jongens, het kwam net even heel hard naar beneden. Het is nu weer redelijk rustig. Het werd echt in één keer heel donker. Maar dat kan wel kloppen, want het is aan het regenen. Oh, maar goed. We gaan zo, als het wat minder regent, verder wandelen. Nee. Oh, dit valt mee. Kom, we kunnen verder. We staan we zo meteen droog. Laat me dan ook nog heel even droog staan. Het is alweer bijna droog. Hopelijk blijft het ook een beetje zo. Het kwam even heel hard naar beneden. Maar goed, is niet anders. Zeker, chill. We zijn er. Ja, tuurlijk. Hallo. Dat is 99% waarom we hierheen gaan. Het Gravensteen. Waar gaan we met rijden of een ticket hier? E-ticket. Goed, verandering van plan. Helaas. Ik denk, wat hoor ik nou? Dit is niks meer, hè? Hoor er maar niet uit. Maar, het zit vol voor vandaag.
hadden we toch maar gewoon eerder tickets geboekt. Maar het ziet er zo op de buitenkant al gewoon vet mooi uit. Moet je achter kijken. We moeten wel graag zien. Ja, daar zouden we eigenlijk gaan slapen. Ja, die hoeven er niet meer. Nee. Wat willen we? Gewoon zo doorlopen? Ja, ik vind het goed hoor. Ik vind het helemaal niet. Ik vind het helemaal prima. Maar we gaan dus morgen om 10 uur hebben we gelijk gedaan. Dit was eigenlijk ons hotel geweest. Maar die zat vol. Heel jammer. Nou, ik vind het eigenlijk niet jammer, want ik vind het andere ding wel beter liggen. Ja, het ligt wat centraler. Dit ligt heel afgelegen. Er zit hier verder niks in de buurt. Dan had ik nog even pas aan moeten lopen. Ja, daarom. Maar goed, even terug naar de bekende wereld. Goed, Ash en ik gaan even wat drinken bij de Trollenkelder. Dat is de, zeg maar, de hoe, zo. Zeg maar de kroeg waar ze met de vijver hebben gefilmd. We gaan even wat drinken, een kopje koffie of zo. Dat is wel leuk. Goed, we zitten er voor jongens. Ik ben helemaal blij. Kopje koffie. We hebben hier altijd, hier aan de bar. Precies hier. Dat is altijd gefilmd voor die vijver. Echt leuk. Leuk om hier dan in één keer binnen te lopen. Het is heel anders om het niet te zien en dat het eigenlijk op beeld is. Heel apart, maar wel leuk. Ik zit hier ondertussen ook even mensen te kijken buiten. We gaan zo denk ik weer een beetje terug richting het hotel. Even kijken wat we mee kunnen doen. Maar dat is al best. Of we gaan even dat boekje doorbladeren op de hotelkamer. Eens kijken wat daar nog allemaal in staat. Zo, en ik zal even kopje koffie drinken. We hebben eerst de post geplaatst dat we hier een kopje koffie aan het doen zijn überhaupt. Dus dat is wel wat op. Goed, het is tijd om naar buiten te gaan, om eten te gaan halen. Ik heb even een shirtje met lange mouwen onder mijn trui aangedaan, want het zal nu denk ik wel wat frisser zijn. Maar we gaan er weer vandoor. We gaan naar buiten. We gaan even kijken of de Burger King open is, want die zit hier in de buurt. En we hebben allebei trek in drinken van de Burger King, dus we gaan er waarschijnlijk gelijk wat eten. En daarna gaan we eigenlijk niet zo heel veel meer doen, denk ik. Ik denk dat we nog wel even aan het water gaan zitten. Als het droog is, hoop ik. Anders gaan we daar niet zitten. Maar we gaan in ieder geval even lekker op pad. We hebben even lekker gechilled om te kijken wat we morgen gaan doen. Morgen gaan we eerst naar het Graafsteen om 10 uur. Daarna vertrekken we hier terug heen. Pakken we de tassen, pakken we de spullen, checken we uit. En dan gaan we uiteindelijk morgen naar Antwerpen terug. En daar gaan we de Walk Like Me tour doen, zelf. En uiteindelijk gaan we, last but not least, voor de allerlaatste keer, nu het nog kan, naar Smile Like Me. Heel raar eigenlijk. Het is super, super, super leuk. Heel raar dat we hier voor de Ash de 5e keer, ik de 4e keer, nog een keer heen gaan. Maar dit is de allerlaatste keer dat het nog open is. Het is volgende maand nog open. Maar we gaan hier volgende maand natuurlijk niet meer terug. Dus nu komen we er langs, dus gaan we er wel gewoon heen. En we gaan de Walk Like Me tour doen. Die we eigenlijk, nou, laten we zeggen, 60% zelf hebben gedaan. Maar de kans dat we heel veel dingen hebben overgeslagen is heel groot. Dus er is een hele plattegrond, staat er online met alle tours waar ze hebben gefilmd. Uitleg ervan, dingen die je kan scannen en doen. Dus dat gaan we morgen nog doen. Wel zin in? Was Ash haar idee in eerste instantie om naar Smile Like Me terug te gaan. Mijn idee om de walk tour te doen. Dus we gaan morgen afsluiten als zijn de Like Me en dan terug. En dan voorlopig even niet meer op vakantie of weg of tenminste naar deze kant wat mij betreft. Want we komen hier eigenlijk wel echt te vaak. Maar goed, het is wel gezellig. Het is in ieder geval, we komen, ja, de afgelopen maanden echt bijna iedere maand wel. Ik ga september nog een keer. Ja, het is september nog een keer. Thank you. Dus we komen hier iets te vaak. Vakantieparken zijn dan duur. Maar goed, het is wel leuk om even te doen. Goed, we zijn heel even wat verder, maar we hebben eten gehaald. Burger King. Maar wel even lekker. We konden ook drinken zelf tappen. Ik heb een Fanta persik. Oh, en Ash heeft een cola of datje. Kerstvanille. Dus dat is echt heerlijk. Maar we zijn even lekker aan het eten. Oh, te veel pepers. Ja, zo, hij zit echt helemaal vol. Hij zit helemaal. En ik heb al net al in 10 pepers gedronken. Hier. Jeetje. Helemaal vol gestout. Maar goed, even lekker wat eten. Aan het water.
super lekker. Super chill. En daarna dan gaan we terug naar het hotel. We hebben, twee dekjes gehaald. Om wat te eten voor vanavond op de hotelkamer. Die dekens kan je niet voor. Ja, die dekens kunnen we niet eten. Dat is waar. Beetje zwaar op de maag. Maar ik denk zo meteen nog even een klein rondje. Oeh, mijn burgers vind ik ook lang. En dan... ik kan niet eens eten hier. En daarna dan denk ik lekker chillen op de hotelkamer. En morgenochtend vroeg ontbijt. Dus dat komt helemaal goed. Goed. We hebben heerlijk gegeten. Maar als het goed is... Het hoort daar te zitten. Het stond in die hoekje daar. What the fuck? En is het daar om de hoek? Oh ja, het is daar inderdaad om de hoek. Als het goed is, moet hier in de wijk de straat zijn waar ze met de vijver hebben gefilmd. Maar ik moet zeggen, daar weet ik nu niet zo heel erg zeker. Die route waarschijnlijk geeft echt een hele rare plaats aan de wijk aan. Spijkerstraat 71. Dus dan moet je daar zijn. Voor 1 minuut. Volgens mij. Ja. Oh my god. Gaaf jongens. Kijk dan. De straat. Van de vijver. Dit is leuk hè. Kijk. Het is veel kleiner dan ik had verwacht. Ik ga even foto's maken. Ik ga even een foto maken. Huis, het roze huis waar ze hebben gewoond. Het lichtroze huis waar Kira is, waar Jonas heeft gewoond. Wat leuk. Even foto's maken. Lach. Leuk. De plek van de vijver. Het zit wel een hele rare plek. Heel apart. Hele rare buurt. Maar wel heel tof om te zien. Leuk. De huisjes. En dan terug naar de bus. En snel terug naar het bewoonde wereld. Want het is hier wel heel creepy. Het is echt wel heel apart dat ze hier gefilmd hebben, man. Levensgevaarlijk. Heel gek. Maar wel heel leuk. Goed, en inmiddels een switch. We liggen in bed. Tenminste, ik lig in bed. Er gaat nu nog toch even last minute douchen. Wat een creepy plek was dat, jongens, waar we liepen. Echt. Oh, het was heel creepy en heel eng en heel raar. Het was niet fijn om daar te lopen, maar we hebben wel de huizen van de vijver gezien. En daar was ik echt super blij mee. Want ik vond het altijd super vet op beeld eruit zien. Ik dacht, wow, dat moet echt super gaaf en super groot zijn. Maar het was echt veel kleiner dan ik had verwacht. Let overigens niet op mijn haar. Mijn haar is nat en ik heb geen borstel bij. Dus don't blame me. Maar ja, het was echt super, super, super leuk. Blij dat we weer hier waren, want het was heel creepy. Maar goed, we hebben de bus teruggepakt. En we zijn weer hier. Ik ben lekker gedoucht. Stof. We hebben een dekentje gekocht, allebei. Ash heeft een grijze en ik heb een wit dekentje. Dat hebben we gekocht bij de Pri. Want we wilden een dekentje meenemen, maar dat hebben we allebei niet gedaan. Dus we hebben bij de Pri hebben we zo'n lekker zacht dekentje gekocht. En ik heb trouwens mijn nieuwe Sex Education shirt aan. Ik dacht, die ga ik wel als slaapshirt gebruiken. Dus die ga ik lekker, heb ik lekker aan. Korte broek. En ik ben helemaal prima. Ik heb nog wat een snacker gehaald, alleen ben ik bang dat dat niet echt opgaat. Dus... ik heb mijn chipskoker wel op al mijn bus Pringles gehaald. Maar ik denk nu, nee, heb ik geen trek in. Dus we hebben die bus
Dus ik heb mijn bus in mijn tas gezet. Misschien vanmorgen of zo nog tussendoor. En we hebben wel beefyworstjes gehad. Dus dat vind ik wel lekker. Maar ik ga denk ik niet zoveel meer over. Ik heb mijn tanden ook gepoetst, dus het smaak gaat sowieso niet, denk ik. Maar we gaan even lekker tv kijken. Lekker nog een beetje mijn telefoon. Een beetje rond neus aan doen. En dan, ik heb trouwens een foto geprint bij de kruidvat hier. Voor achter mijn hoesje. Leuk hè jongens. Echt cute. Maar het is lekker op ons gemak dingetjes doen hier. En een beetje op tijd slapen. Want morgen gaan we rond 6:30 gaan we op. Ja, 6:30, 7:00 zo'n beetje. En dan even lekker wat aan aankleden, chillen. Gaan we rond een uurtje of 7:30 gaan we ontbijten. 7:30, 8:00 zo'n beetje. En ja. Daarna een kopje koffie halen, naar het Gravensteen lopen. Daar lekker de tour doen. En daarna dan gaan we het hier terug naartoe om spullen te pakken. Maar goed, dat allemaal voor morgen. Ik ga nu in ieder geval lekker even op mijn mobiel. Lekker tv kijken en zo meteen lekker slapen. Dus ik zie jullie morgen. Ik doe mijn lamp uit. Ik heb mijn camera aan mijn hand. En dat ze het licht uit. Wat verdomme. Ja, jij doet niet klaar. Nee. Nou. We kunnen niet allebei het licht eruit doen. Godverdomme. Oh, we gaan slapen. We hebben de vijver gekeken. En ik heb een handdoek over mijn kop. Ik heb te weinig gedronken van me. Een handdoek en een dekentje. En een dekbed hier. Oef. Dekbed hier. Ergens. Als jij hem niet meeneemt vannacht. En ik heb alleen mijn kussen niet. Dus ik kon niet garanderen of ik Ash vannacht wel van die vastknuffel. Maar niet uit. Komt ja, ik goed. Ik heb hard aan mijn hoofd. Ik kan niet meer overleven. Stuur Danny een berichtje. Dit wordt een lange nacht. En wel. En we gaan ontbijten. Heb je al wat? Ik denk het. Een telefoon en een camera. Meer niet. Zo. Ik heb alsnog even lekker trap. Ash, trap. Hoezo? Even de trap naar beneden voor de dinges. We gaan even lekker ontbijten. Ontbijtje. Goed, het ontbijtje zit erin. We hebben net ontbeten. We gaan nu even de jassen zo aantrekken. En dan gaan we naar het Gravensteen lopen. We hebben nog een uur. Het is een half. Nee, het is een kwartiertje lopen of zo. Nou, dan gaan we niet lopen. Dus we gaan zo op het gemakje die kant. Goed, hè? Nee, toch niet. Goed, we zijn ready en ingepakt. En vraag niet hoe, maar we hebben de spullen van elkaar een beetje verdeeld in de tassen. Maar uiteindelijk gaan we allebei terug met een overtolle, op spring staande rugtas. Echt heel erg. Dit worden schouderpijnen bij u tegen ze. Ik heb die jas niet gekocht. Oh, zo, maar echt. Ik heb hem besteld, ik heb hem laatst wel gekocht. Zo.
Maar goed, ik heb zowat al mijn kleding aan wat ik bij heb van vandaag. Ik heb een shirtje, serieus een zwart shirtje met lange mouw. Omdat het zwaait best volgens mij heel hard buiten. Ik heb een witte trui aan. Mijn blazer heb ik er overheen gedaan. Omdat ik niet weet of ik het wel of niet koud ga krijgen. En aangezien we nu eerst naar het Gravensteen gaan. En als het dan nog koud is, zeg ik, dan hou ik hem aan. Is het niet koud, dan kan ik hem straks alsnog even in mijn rugtas proppen. Ik had een kleine tas, blauwe broek, die heb ik gisteren hier gekocht. Helemaal leuk, helemaal cute. Mijn Nike's. En ja, ik heb die aan. Hij zit echt perfect. Ja, strakjes. Wat is er aan de hand? Hij ruikt zo lekker. Oh, je hebt een nieuw luchtje? Ja. Cute. Let's go. En daar lopen we dan. Op naar het Gravensteen. Zullen we daar gelijk heen? Want het ligt daarachter. Dan dat we hier door een lege winkelstraat heen gaan. Oké, ik ga hem weer tellen vandaag. Wat ga je? Nieuwe telling. Oh, we gaan vandaag opnieuw beginnen hoe vaak we ons nek breken. Gisteren hebben we bij 8 volgens mij gebleven. Nou, zoiets. 11. Mag ik er alleen tellen? Mag ik er alleen tellen? Oh. Oh my. Nee, ik ben wel blij dat ik het jasje ook aan heb gedaan. Want het is niet heel erg warm. Maar ook niet koud. Nee, het is een beetje ertussen. Oh, er komt in Markthalen. Maar goed. Braderie. Ze hebben hier elke dag blijkbaar op braderie. Nee, kijk maar. Nee, kijk, dat woord. 26 tot 29. Oh, 4 dagen. Precies waar hier zijn, gaan ze braderie doen. Gezellig. Okay. Heerlijk. Iedereen lekker aan het opstallen en doen. Lekker hoor. Hier het uitzicht. Zo cute. Zo gaan we deurtjes. We zijn er. We zijn binnen. Yo. Nu al klimmen. Goed. Audio tour. En met je 1 gehad. En nu gaan we naar een rondje. Mooi, hè? Je met je Huis en Hoepes vibes hier. Ja. Dan weet je, Huis en Hoepes en het pad is weer verzonden. Vet hoor. Heel leuk. Nee, je moet hier omheen volgens mij. Je moet hier weer 1 beginnen. Oh, dit is 1. Ja, dan moet je weer 1 drukken. Nee, het is allemaal 1. Kijk. Je moet volgen die kant op, want we hebben 2 al gehad. Dus je moet wel 1 beginnen. Kijk maar, iedereen moet het laten zien. Oh, 1 is daar. Je moet 1 beginnen hier. Ja? Dat is voor mij een grens. In mijn hobby wil ik niet sneuvelen. Daarom speel ik band.
ligt in 8. Oh my god. Kijk daar, hier. Gaan we 8 doen? Gaan we rechts aan. Eigenlijk is Esma zo kwijt, want die staat daar beneden. Die staat daar in het koppeltje. In het hoekje. Die is maar waarschijnlijk zo kwijt. Kijk. Tot joh. Kijk dan jongens. Mooi hè? Het is echt even de geschiedenis van hoe het tot stand is gekomen. Wat er vroeger is gebeurd hier. Waarvoor het dien uitmaakte. Nog niet klaar. Alles op het gemak. Lekker rondkijken. Maar mooi is het wel hier. En weer via het ronde torentje naar beneden. Ik zie daglicht. Oh, wow. Cool. Tussen het. Tussen de kasteelmuur. Vet. Deze trappen lopen wel iets fijner dan. Oeh, we hebben het alweer gehad. We gaan hier weer gewoon naar de begaande. Nee, maar beneden heb ik toch al 18 euro. Hier, dat is buiten. Dus kom je denk ik aan de andere kant uit. Maar waar zijn ze? Zijn ze hier ook geweest van? Die kant lopen een beetje. Waarom? Stort hij niet in op? Dan donder ik naar beneden mijn rompactie. Eén stap te veel op zijn, hier ligt beneden. Kijk, je moet je luisteren. Wat zit hij hier? We lopen naar de laatste. Dan hebben we alles gehad. Dat is echt mooi. We zijn letterlijk op elk plekje waar je maar kan komen in het kasteel zijn geweest. Echt vet. Maar we gaan nu naar de laatste. Daarna gaan we naar het hotel. Spullen pakken. Uitchecken. Tram in. En dan richting de trein. En daar wachten tot we naar Antwerpen gaan. Goed, in de trein. Wacht. Goed, we zijn bij Centraal Amsterdam. Of Amsterdam, zeg ik het weer. Wat Antwerpen nou? Centraal. Even koffietje. Kleintje, want we gaan gelijk door naar Smaal Like Me. Daar moeten we om 2 uur wezen. Dus over ongeveer 20 minuten. En daar rijdt het wel. Hij wel, we weten de weg, blindelings. Als we dat hebben gehad, gaan we naar het beginpunt van de Like Me Walking Tour. En dan gaan we zelf lekker te voet door Antwerpen. Langs alle puntjes waar ze hebben gefilmd. En hopelijk
komen we nog meer plekken tegen. Wat? Zeg maar. Is dat een Ja? Ja. Klein kind. Echt hoor. Als je maar niet gaat stuiteren. Nee, we gaan niet naar de film dat daar. Hallo, dat deed jij ook hier bij de vijfbad. Ja, maar niet zo. Als jij hier staat te springen. Maar ik was wel blij gisteren toen we daar waren. Dat is heel interessant. Ik vind het gewoon heel apart om te zien. Je ziet al die dingen op tv en dan zie je het in het echt. Trek je hem uit. Hier komen we. Klap hem nou maar weer in. Ja, dat kan niet. Ik heb mijn handen vol. Godverdomme, daar gewoon. Zet die punt tegen die rugtas aan. Godsamme. Die tas gekocht. Daar ben je tassen gekocht. Wat gezeik, omdat jij niet was sjouwen. Maar goed, terug in Antwerpen. Naar Smalek Me. Ik ga daar denk ik niks filmen, omdat dat eigenlijk gewoon alweer hetzelfde is. We gaan daar gewoon denk ik, misschien kleine stukjes of zo, maar ik ga daar niet alles meer filmen. Want daar heb ik niet zo zin in. Maar goed, gewoon hier en daar wat laten zien, foto's maken en de tijd nemen, want dit is de laatste keer dat we daarheen kunnen. Dat is wel waar, dit toilet is altijd ons omkleedplekje. Ik heb net even een cute jasje gescoord, want met die trui wordt het echt veel te warm. En een klein schattig topje met zo'n colletje. Is wel cropped. Moet ik heel erg aan wennen. Ik ben er niet gewend. Jij krijgt dat meestal. Krop dingen, ik niet. Maar goed. Zou ik even onvertrouwd zijn? Ja. Bij jou staat het beter dan. Maar maakt niet uit. Ik heb eigenlijk alleen deo nodig. Zit dat in jouw tas? Yup. Handtas. Nope. Maar ik kan wel even kijken of ik kan pakken. Want ik had hem al volgens mij. Zal ik het drie weer scheren? Ja, dit gaat hij sowieso wel toch. Misschien als je bij mijn toilet als eerder bent. Ja, die zit bovenin toch? Oh, kijk, top. Als je die gooit, die straks in het rode dingetje. In het rode tasje, die deel. Ik kan het wel aan deze gaan doen. Oh, oké. Okay. Maar goed, in ieder geval, we zijn er. Wil je weten hoe ons laatste avontuurtje was? Check eventjes mijn TikTok. Het staat in de link in de beschrijving. Want ik ga de camera niet meenemen. Ik ga alleen mijn telefoon meenemen voor het gemak, zodat ik niet loop te showen daar. Goed. We zijn inmiddels Smile Like Me uit. En het is wel leuk, want we zijn nu de looptour aan doen. Zo. We zijn nu dus de looptour aan doen. We hebben 6 puntjes gehad. We hebben er eentje geskipt, want dan komen we zo meteen dichterbij als we bij Antwerpen Centraal zijn. Als we die nog doen, even kijken. Maar dat is de Witte Brug in het Stadspark. Dus dat hoeft niet per se. Zijn we al geweest, maar goed, is wel leuk om dat even allemaal in schil te doen. We gaan nu op naar puntje 7. En puntje 7 is... iets betreft cultuur. Ik kan niet echt noemen wat. We lopen hier wel trouwens in een echt fucking dure winkelstraat. Oh, daar. Ik weet niet wat daarmee bedoeld wordt voor Like Me, maar oké. Okay. Even lezen. Hier, wij houden van cultuur. En dus ook... van de Boeilaars Schouwburg. Neem net als Maria en Vince jouw unieke foto in het even unieke bushokje van de Schouwburg. Dus dat is deze. Dat is het bushokje. Mag ik een foto van je kunt zien? Ha? Die foto zien? Hey, ja. Wil je zelf hem maken? Kunnen we dat doen. Okay. Wie staat er in de stand van? Vince staat achter Maria. Ze rijden ook allemaal gek. Het bushokje. Cute. Kijk. Maria houdt daar vast. Vince staat erachter. Maar dat zou jij moeten maken. Wat? Oh. Oh nee, echt alles zit in deze vlog. Echt, de tour is alles. Oh ja. Bijna. Ja. Ik heb hem. Go, en door naar het volgende puntje. Plekje nummer 4 gevonden, of 6 of zo. Nee, dit is nummer 7. De winkel waar ze meisjes hebben gefilmd. Dus inderdaad, de gouden gordijnen en hokjes. En klopt. Klopt, klopt, klopt. We gaan nog steeds goed.
Nummertje 9. We gaan een klein bochtje maken, even kijken hoor. We hebben de winkel. Klein stukje door. Nou, Ash even gaan kijken. Oké, goed. Oeh, auto, tegenligger. Ik kom nog niet dood. We hebben even een break genomen om even wat te eten te halen. Ik moet eerlijk zijn, we hebben nog een paar geskipt, want er zitten plekken tussen die leuk zijn om langs te lopen, maar geen fuck te maken hebben met Like Me. Die bijvoorbeeld gewoon niet voorkomen. Dus we skippen en we gaan vanaf hier gelijk door naar nummertje 13. We gaan van 10 naar 13, we slaan er 2 over. Richting de Sint-Anna-tunnel, oftewel waar porselein is gefilmd. Daar gaan we niet doorheen, Ash. En weer terug. Oké, maar opvegen, we zijn de hele dag al aan de wandel. Maar we gaan hier dus langs de Schelde. Een heel stuk die kant op. Oké, even voor de proof. We lopen letterlijk in fucking weer en wind hier. Het is vies weer en het waait. Nou, dan ben je daar ook gelijk maar achter. Verdomme. Maar goed. Ik denk dat ze zo bestand liep met dit. Ja, hij had nog een dikke jas. Jij niet, jammer joh. Maar goed, we lopen wel even met daglicht nog een keertje hier bij de Skyview. Is het terug? Hallo, heb je het weer gezien? Hoe je erin? Ik weet het niet. Ik weet het niet. Als jij wil. Niet gillen als je erin zit, hè? Ronkenvlinder, Steenplein. Goed, ja, we zijn ook van. Een fotootje maken. Een fotootje trekken. Als je het gaat scannen, dat je die liedje krijgt. Dat denk ik dus ook. Moet ik hem kijken? Ga ze achteren? Nee. Naar achter, opzij. Ja, je komt bij de liedjes uit. Ik kom bij de liedjes uit. Zie je, dus kennen ze mee. Ja, daarom. Vince en Scott ontmoeten elkaar op de avond. Op zijn ga jij zijn kant praten? Is Vince een vriendin? Of van Karel? Van Vince de. We wandelen over het plein. Zingt Vince vertrokken van. Dit energetiek van. Het district Antwerpen. Leuk. Maxime, zijn hoofd is hier gewoon mega huge S te zien. Heb je je nagellokken? Zijn nagels glimmen. Max, heb je nagellokken op die dingen? Dat is no. Bijna tegen die dingen. Oh man. Het is heel druk, kijk maar. Nee, het is helemaal niet druk. Wil je gaan wachten? Ik wil even kijken hoe druk het is. Ik wil naar de cinemascoop. Ik wil bioscopen pakken. Last minute. Kijk, het is niet over, denk ik. Er staan hier allemaal mensen. Ik wil heel graag nog een keer mijn dag licht. Ik ga wel een keer mijn dag doen, maar ik ga dan niet in de rij staan dat hij rond is gaan. Oeh! Steenplein! Zo jammer. Met dit weer ook. Oh. Verdronken vlinder, daar is het gefilmd. Hier zit het. Leuk. Wat hebben ze hierbij gezet? Ik kan naar de cinemascoop. Leuk. Leuk, dat is hier achter ons, jongens, de cinemascoop. Precies daar. Leuk. Cool. Dat is hier. Leuk, hè? Het is gek, omdat ik had het de straat veel groter verwacht. Maar wel leuk. Cute. Daar is het, hè? Goed, dat was het. Naar Centraal. Mega stress. De trein zit overvol. Echt overvol. Mensen staan gewoon in het pad. Maar goed. We zijn vertrokken vanuit Antwerpen. We hebben eten gehaald. Nu een uur in de trein, maar we zitten. We zitten. Oh my god.